Over de hele wereld vieren Amerikaanse ambassades en consulaten de democratie met evenementen waarin de Amerikaanse presidentsverkiezingen centraal staan. Nou, gisteravond was dat weer het geval, want de Amerikaanse ambassade die organiseerde een Election Night Watch Feest. Paul Gar, Public Affairs Officer, gaf een korte uitleg over de verkiezingen in de VS. Hij legde uit dat Amerika 50 staten heeft, maar dat niet elke staat hetzelfde aantal kiesmannen heeft. Het aantal kiesmannen is gelijk aan het aantal vertegenwoordigers in het congres. En dus elke staat heeft 2 senatoren en ook vertegenwoordigers in het huis van afgevaardigden. En het aantal vertegenwoordigers in het huis van afgevaardigden hangt van de grootte van de bevolking af. En dus een kleine staat zoals Wyoming ten noordwesten heeft 3 kiesmannen of kiesvrouwen of kiesmensen. Tijdens het feest konden de genodigde gasten hun stem uitbrengen. Gar gaf aan dat California een staat is met 54 kiesmannen, wat betekent dat er 2 senatoren en 52 vertegenwoordigers in het huis van de afgevaardigden zijn. Hij legde verder uit dat Amerikanen niet rechtstreeks op de president stemmen, wat vaak de vraag oproept wie de kiesmannen zijn en wat zij precies doen. In totaal heeft Amerika 538 kiesmannen en de winnaar heeft 270 kiesmannen nodig om te winnen. Ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Fauché, zei dat iedereen getuige is van een indrukwekkende demonstratie van de macht van de democratie. Dit jaar is een recordjaar geweest voor de verkiezingen over de hele wereld. Er zijn al 64 nationale verkiezingen geweest met meer kiezers dan ooit in de geschiedenis, benadrukte hij. Stemmen is complex in de Verenigde Staten. Elke staat bepaalt zelf hoe verkiezingen worden georganiseerd. Elke staat bepaalt zelf hoe men kan stemmen, waar men kan stemmen en wanneer men kan stemmen. Als een gevolg hiervan hebben wij niet gewoon 1 verkiezingsdag in de Verenigde Staten, we hebben een verkiezingsseizoen. En vandaag is het eind van het seizoen. Het vervroegde stemmen was al begonnen in de stad Georgia, een van de swing states, op 15 oktober. En het aantal vervroegde stemmers was meer dan het dubbele in vergelijking met 2020. Hetzelfde gebeurde ook in andere staten in Amerika. Dit jaar was het aantal vervroegde stemmen en per post uitgebrachte stemmen boven verwachting. Fauché geeft aan dat dit nog enkele dagen kan duren voordat de laatste stemmen zijn geteld. Hij en zijn team wachten de resultaten af om te ontdekken wie hun nieuwe baas zal worden.